Proost. Lekker. Maar duur. Kostte dit biertje van de tap in het jaar 2000 nog gemiddeld €1,28. Nu gaat ditzelfde vaasje pils al richting de €3. Hoe kan dat? Heeft onder meer te maken met de hogere bierprijzen die de grote brouwerijen vragen. Elk jaar rond november krijgen horecaondernemers een brief op de mat met de prijsaanpassing voor het komende jaar. Dit jaar gaat de tank- en fusprijs van pils met gemiddeld 4% omhoog. Uit deze grafiek over de gemiddelde prijs van een 50 liter fust blijkt dat prijsaanpassing een eufemisme is voor prijsverhoging. Maar waarom dan? En waarom zoveel? De vier grote brouwerijen die gezamenlijk een enorm marktaandeel hebben, houden het op gestegen arbeidskosten, productiekosten, logistieke kosten, een te droge zomer, een te natte zomer, inflatie, hogere energiekosten, hogere grondstofprijzen en er is vast nog veel meer. Alle vier gooiden zij de afgelopen jaren de bierprijs flink omhoog. Dit is AB InBev, bekend van Dommels, Hertog Jan en Jupiler. Dit is Heineken, met ook Amstel en Brand in de tank. Dit is Swinkels, bekend van Bavaria. En dit is Grols. Zoek de verschillen. In 2007 kregen ze een Europese megaboete van €274 miljoen, omdat ze in de jaren 90 stiekem prijsafspraken hadden gemaakt. En dat mag niet. Dat was toen, maar ook nu kan je nog zeggen dat zij met z'n vieren een grote rol spelen in wat jij op het terras of aan de bar voor je pilsje moet aftikken. Bijna €3 dus. Tot grote frustratie van de horecaondernemer, want die heeft eigenlijk niet echt een andere keus dan die prijs door te berekenen aan de klant. En daar zit de crux. Want met de keuzevrijheid van de horecaondernemer is het nog wel eens droevig gesteld, vindt bijvoorbeeld Fijbe. Ik vind het absoluut wurgcontract, ja. Je tekent een contract voor 5 jaar, maar eigenlijk wordt het dan stilletjes verlengd elke keer. En dan, dan zit je daar dan vast. Ik zat toen bij Dommels, dat heette toen Interbrew. Een van de clausules was dat je alle drank, frisdrank en bier bij hen moest afnemen. En bijvoorbeeld dat zij de apparatuur leverden en dat die apparatuur van hen bleef. Koelinstallatie, tapinstallatie, dat is natuurlijk allemaal gekoppeld aan de bierprijs. En die bierprijs is dan redelijk hoog om al die dingen die hier staan, om dat te betalen. Ik vind het toch wel een tikkeltje maffia-praktijken van de brouwerijen. Vooral ook als je kijkt naar de verschillende prijzen die er zijn voor alle merken bieren. Die liggen zo dicht bij elkaar, die prijzen. Het is net alsof ze dat afgesproken hebben. Wat ik zelf adviseer aan collega-ondernemers is van probeer brouwerijvrij te gaan werken. Ik heb mijn eigen inkoop nou en mijn eigen bierinkoop. En mijn eigen tapinstallatie moet gekocht. De brouwerijen zijn volgens mij wel iets soepeler geworden, maar nog lang niet zoals het hoort te zijn. Fijbe noemt het zelfs een wurgcontract waar hij aan vastzat. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland wil zover niet gaan. Maar zij spreken wel in meer diplomatieke termen over een behoorlijk forse afhankelijkheid. Want die contracten gaan over veel meer dan alleen de afname van bier. Denk aan het afnamebeding, een bepaling waarin is vastgelegd welke producten jij moet afnemen. En dat gaat dan niet alleen over tapbier, maar bijvoorbeeld ook over de frisdranken tot de merken koffie en thee die je serveert. Of de bruikleenovereenkomst voor alle apparatuur die je nodig hebt, zoals biertanks, tapinstallaties en koelcellen en het onderhoud daarvan. De kortingsregeling. Welke kortingen kan jij als ondernemer allemaal krijgen? En voor welke producten geldt dat? Gaat het dan om een percentage of om een vast bedrag? Krijg je bijvoorbeeld de glazen en de viltjes er gratis bij? Of een lekker zacht prijsje met Koningsdag? Het kan echt over van alles gaan. En last but not least, de financieringsovereenkomst. Als jij een kroeg wil beginnen of je wil je café verbouwen of uitbreiden, dan heb je veel geld nodig. Maar banken vinden horecabedrijven vaak te risicovol. Dus wie staat er dan garant of komt zelf met geld over de brug? Juist, de brouwerij. Maar... Let op, geld lenen kost geld. Tja, altijd. Wie krediet verstrekt wil daar natuurlijk wel iets voor terug. En dat is logisch. Maar dan gaat wel de regel op, wie betaalt, bepaalt. Uiteindelijk kan zo'n contract zo bomvol afspraken komen te staan dat je als cafébaas gewoon verstrikt raakt in een web van voorwaarden die op termijn toch iets minder gunstig uitpakken dan je van tevoren had gehoopt. Zoals bij Fijbe. Wel is er tegenwoordig een maximale termijn van 5 jaar voor het afnamebeding, zodat je na die 5 jaar over een nieuw contract kunt onderhandelen. En bij een brouwerij met een marktaandeel van meer dan 30%, geldt in dit geval alleen voor Heineken, is er een opzegtermijn van 2 maanden. Maar
Er zit nog wel één addertje onder het glas. Oké, genoeg moppen. Getapt. Huurcontracten. De grote brouwerijen beheren gezamenlijk vele honderden panden. En die verhuren ze dan weer door aan de horecaondernemers. Maar ja, dan ben je pas echt afhankelijk van de brouwerij. Want aan die huurcontracten zit geen maximale termijn vast. En dus ben je overgeleverd aan je contract. Want wat is een cafébaas zonder café? Maar wacht even. Het klinkt hem al heel snel als het verhaal van David tegen Goliath in de vorm van de grote boze brouwerij. En het is per definitie ook de kleine ondernemer tegen de grote multinational. Ga er maar aan staan in de onderhandelingen. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg contracten die wel goed in elkaar zitten waar beide partijen van elkaar profiteren. Dus waar gaat het dan mis? Tom? Ik wil niet de indruk wekken dat brouwerijen alleen maar bezig zijn om mensen hun oren aan te naaien. Dat is niet aan de orde. Het is wel zo dat zij natuurlijk grote commerciële bedrijven zijn met een groot juridisch team erachter die goed betaald worden om die contracten in ieder geval meer naar hun kant te laten vallen dan naar de ondernemerskant. Er zijn heel veel ondernemers die daar gewoon geen kaas van hebben gegeten. Die markt is intransparant, ondoorzichtig. Het wenspakket vanuit de horeca is zo wisselend. Daarbij zijn de volumes die geschonken worden, de ene café doet meer dan de andere café, zijn ook wisselend, waardoor die prijs moeilijk te toetsen is. Het tweede deel van de ondoorzichtigheid wordt ook door de horeca zelf bepaald. Ze praten niet onderling. Als jij niet aan je buurman vertelt hoeveel bier je doet en welke korting je krijgt, ja, dan weet hij dat ook niet. Verdeel en heers is wel de politiek die al, denk ik, 30 jaar in de bierwereld aan de hand is. Die hele biermarkt is er zo gesloten als wat en elk contract is anders. Koninklijke Horeca Nederland pleit dan ook voor een liberale en vrije biermarkt. En daarmee bedoelen ze transparante bierprijzen. Een kale netto bierprijs, zoals dat heet. Want nu nog zijn er enorme verschillen in bierprijzen per contract. Überhaupt is meer transparantie over die biercontracten gewenst, zoals Tom ook zei. En daar ligt dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor de ondernemers zelf. Ook ziet Koninklijke Horeca Nederland liever dat de rol van de brouwerij als financier kleiner wordt. Want vooral daardoor gaat het nog wel eens mis met die machtsverhoudingen. Zeker als je ook met een huurcontract aan een brouwerij vastzit. Ze drongen er de afgelopen jaren flink op aan bij de autoriteit Consument en Markt, het ministerie van Economische Zaken, en ze zijn ook Europees aan het lobbyen. Maar er gebeurt helemaal niks mee. En dus blijven in de ogen van de brancheorganisaties nog te veel ondernemers te afhankelijk van de grote brouwerijen. En berekenen de ondernemers die prijsverhoging door aan jou. En gaat deze dus richting de 3 euro. Weet je wat trouwens niks kost? Even abonneren op dit kanaal.